Dit is een bespreking van het volgende gedeelte van paragraaf 9 van Apurbe Condita 1, het verhaal over de Sabijnse maagdenroof. In het voorafgaande heeft Livius verteld dat Romulus een list heeft bedacht om voor zijn verse Romeinen aan vrouwen te komen. Ze gaan een festival organiseren, nodigen daar de hele buurt uit. En op dat punt van het verhaal zijn we nu. Het georganiseerde festival wordt aangeduid met het Latijnse woord spectaculum, hier in de genitivus, van het schouwspel. Ubi is een voegwoord, tempus onderwerp van venit, dus toen of zodra. Het tijdstip, de tijd, kwam of gekomen was van het festival, van het schouwspel. En toen, waren, en bij dat waren hoort een PPP, deditai. Deder is overgeven, toen overgegeven waren de geesten daarheen. Daarheen is na dat spektakel. Dus toen van ieder de aandacht, dat is ongeveer een goede vertaling van mentes. Toen de aandacht daarheen naar dat spektakel overgeleverd was. Samen met de ogen, als je ergens heel intensief naar aan het kijken bent, dan heb je ook geen oog voor andere dingen om je heen. Daar hebben die Romeinen natuurlijk op gewacht. Op dat moment, toen. Tum orta est moet je aanvullen, dat is een deponens wat ontstaan betekent. Toen is geweld, vis, ontstaan, ex composito, uit het vooraf afgesprokene, dat is zoiets. Zoiets betekent het, ik heb vertaald, volgens afspraak. En signo dato, op een teken dat gegeven is, PPP van dare, je mag ook vertalen als ablativus absolutus, en nadat een teken gegeven was, onderwerp van dit stukje is Juventus Romana, de Romeinse jeugd, die rende uiteen, verspreidde zich, en dan in een gerundivum constructie, ad rapiendas virgines, om de meisjes te roven. Magna pars, onderwerp van de volgende zin, een groot deel, en dat zijn die meisjes. En omdat het in feite een meervoud is, staat hier raptai, waar je soent moet aanvullen. Ik heb het ook in fout Nederlands vertaald. Een groot deel werden geroofd. En dat staat er in het Latijn dus ook letterlijk. Dus een groot deel van die meisjes, raptai soent, die zijn geroofd of werden geroofd, forte, toevallig of willekeurig. Door degene in quem naar wie. Ieder meisje, kwijke komt van quisque, betekent ieder, naar wie ieder meisje toegevallen was, terechtgekomen was. Dus ze roven in eerste instantie willekeurig. Er zijn een paar uitzonderingen, die worden daar genoemd. Quasdam, enkele, in de accusatief is meervoud. De naamvalsuitgang zit in quas, niet in dam. Enkelen, dus enkele meisjes. En die worden omschreven, die excellentes zijn, excellent, uitmuntend zijn door hun schoonheid, forma, de ablatief is van forma, en, dat en heb ik toegevoegd, en die bestemd waren voor de voornaamsten in de dativus van de senatoren in de genitivus. Die meisjes, die staan in de accusativus, dat kun je zien aan quasdam en aan destinata's. Die meisjes zijn dus het leidend voorwerp. Onderwerp zijn homines, dat zijn mensen, mensen ex plebe, mensen uit het volk, die zijn dus onderwerp. En het werkwoord wat daarbij hoort, dat is deferreband, die brachten over. Dus wat er letterlijk staat, die mensen uit het volk, die brachten over die meisjes die door hun schoonheid opvielen en die bestemd waren voor de aanzienlijkste van de vaderen. Voor de duidelijkheid heb ik in de vertaling het passief vertaald. Dus niet de mensen brachten over, maar die meisjes werden overgebracht door die mensen. Dan kan ik de volgorde handhaven. En dan bij die homines staat nog een betrekkelijke bijzin. Mensen uit het volk aan wie gegeven was de taak. Ik heb die taak, dus dat staat er eigenlijk niet. Aan wie gegeven was die taak, dus om juist die mooie meisjes te roven. En dan is er nog één echte uitzondering, unam, opnieuw in de accusativus, één meisje. En nu moet je even vooruitkijken, ferunt betekent ze zeggen, vaste uitdrukking. Daarvan afhankelijk is een ACI, unam, raptam, esse. Dus dat is de unam is de accusativus, raptam, waar je esse moet aanvullen, is de infinitivus. Ze zeggen dat er één geroofd is.
En die ene wordt weer omschreven, die is in signum, ver boven de anderen, ver longe is ver, voor de anderen is die opvallend, door specie ac pulchritudine. Species en pulchritudine betekent ongeveer hetzelfde, door haar uiterlijk en door haar schoonheid. Ik heb gezegd in uiterlijk en schoonheid. Dat meisje, zeggen ze dus, dat geroofd is a globo, door een groep, een globus, dat is een troep, hè, dus een soort knokploeg moet je daarbij voorstellen, denk ik, door de groep van Thalassius en Cujusdam, dat is de genitivus van Cuidam, wat een zekere betekent, door de groep van een zekere Thalassius. En die Thalassius is kennelijk een van die primores patrum, een van die aanzienlijksten van de Senaat. En multis scisquitantibus, dat is een ablativus absolutus. Scisquitare is willen weten, informeren. Dus met toen velen wilde weten, cuinam, voor wie dan wel? Cui is de dativus van quis. Wie, voor wie dan wel? Zij brachten, zij haar brachten. Aan wie dan wel zij haar brachten? Dus wij weten inmiddels als lezers al dat dat voor een zekere Thalassius is. Mensen die ze onderweg tegenkomen weten dat natuurlijk niet. Dus die vragen dan, voor wie is die juffrouw dan bestemd? En toen velen wilden weten voor wie dan wel zij haar brachten. En dan staat het hoofdwerkwoord staat daar. Clamitatum moet je weer est aanvullen. Is er geschreeuwd? Ik heb hem in de vertaling nog steeds laten afhangen van dat, waar staat die, ferunt, daar. Ze zeggen dat er geschreeuwd is, dus dan moet je essen aanvullen. En mensen zeggen dus dat toen velen informeerden voor wie zij haar dan wel brachten, dat er toen geschreeuwd is. Identidem betekent telkens weer, dat er toen telkens weer geschreeuwd is. Ferri, dat is de infinitief is van het passief van verre, dat zij gebracht werd. Als onderwerp moet je de accusatieves eam aanvullen in opnieuw een ACI. Dus dat er geschreeuwd is, dat zij gebracht werd aan Thalassius of voor Thalassius. En dat schreeuwen, dat heeft een bedoeling, dat doen ze, ne quis violaret. Op dat niet, quis betekent maar nee, betekent aliquis, dus iemand, opdat niemand zou schenden, haar geweld zou aandoen, dat niemand haar alsnog zou roven. Dus die globus, die troep van Thalassius, die neemt die ene hele mooie juffrouw mee en schreeuwt tegen iedereen die langskomt, deze is bestemd Thalassio, voor Thalassius. En dat Thalassio, dat is een kreet die de Romeinen altijd riepen als er iemand trouwde. Als de bruid naar het huis van de toekomstige bruidegom werd gebracht, dan werd er altijd geschreeuwd Thalassio. En dit is daar de verklaring van. En dat laatste staat in het laatste stukje zin. En mensen die hangen nog steeds af van dat verunt. Men zegt dat deze bruiloftsstem staat er letterlijk, dat deze bruiloftskreet, deze staat daar, dat deze bruiloftskreet gemaakt is, staat er letterlijk, ontstaan is in de vandaag. Dus die bruiloftskreet Thalassio, die is ontstaan omdat tijdens de Sabijnse maagdenroof het mooiste meisje van de hele club gebracht werd aan Thalassius, Thalassio.